muziek en een cast. Dan kan je eindelijk gaan repeteren. Bon, we gaan er maar eens aan beginnen, zeker? We gaan met de hoofdcast alle scènes doen. We gaan eerst wat praten over het stukje en over uw rol. Dit is een heel verrassende cast. Met Evie had ik nog nooit mee samengewerkt. Ilse ken ik ook van in de wandelgangen, maar wij hebben ook nog nooit in dezelfde productie gestaan. Met Tine heb ik in de klas gezeten, 4 jaar lang. En nu spelen we voor het eerst een koppeltje. Ik heb vooral veel zin om nog eens met een groep mensen aan iets te werken. Te repeteren, op een podium te staan. Van niks iets maken, daarin heb ik heel veel zin. Onze eigen Vlaamse slag met de Stanny Kretsaus erover, zou ik maar zeggen. De eerste dagen van de repetitie waren zeer, zeer relaxed eigenlijk. Omdat we... Goh, dat begint allemaal heel smooth. Hè. Je leert elkaar kennen, je leert de muziek kennen. Een groep gaat zingen, een groep gaat dansen. De main cast leest. En dat is allemaal prettig, want alles kan en mag nog. En er is niks vastgelegd en pom, pom, pom. En er is geen druk. Dus dat is heel gezellig. Er wordt heel hard gelachen. Meestal als we beginnen met repeteren, dan beginnen we met het script gewoon nog eens door te lezen. Laten we maar eens zien wat je gaat aandoen voor een trouw. Tada! Het enige dat rijdt op huwelijk is... gruwelijk! In de namiddag gaan we altijd dansen. Ik denk dat we nog heel veel gaan zweten. Want Laurent Flamont doet de choreografieën en hem kennende gaat dat er altijd wel boenk op zijn. Lekker veel dansen! En dan evolueert dat stilaan naar een soms een fuck and shit gevoel, omdat er dingen niet zijn, dat je dingen niet krijgt, dat het niet, soms lukt het niet, soms valt het niet in elkaar en dan ontstaat er zo'n soort lichte paniek, is een groot woord, maar toch een ongerustheid, een stress, omdat je hindernissen tegenkomt die je niet had voorzien. Maar als je in een leuke productie zit en je bent omringd door de juiste mensen, dat is sowieso de hemel. Op de cultuurmarkt in Antwerpen werd het publiek op de stand van Die Bridge voor de eerste keer getrakteerd op een voorsmaakje. Alleen maar blije mensen. En als je het kent, mogen we meezingen, hè? We hebben 3 nummers gebracht. Mamma Mia, Waterloo en Dancing Queen. En het was fantastisch. Op Dancing Queen ging al die armen in de lucht mee wuiven en zo. En het was gevoeld dat ABBA en Mamma Mia echt wel leeft. Die Bridge wil iedereen naar theater en vond in Albert Heijn de ideale partner. Heel de zomer stond hij Albert Heijn in het teken van Mamma Mia. Mamma Mia, here I go again. Mama, just how much I missed. Die actie werd gelanceerd met een flashmob in de winkel in Antwerpen. Mamma Mia speelt nog tot en met 13 april in Stadsschouwburg Antwerpen.